dat was Joep van het Hek. Die kennen we natuurlijk heel goed. Maar de vrouw die nu naast zit, Anouk Balint, ja, die ken ik niet zo goed. Nee. Maar je doet belangrijk werk. Vertel even wat je doet. Ja, ik ben een moderne troubadour. Noem ik mezelf wel. Als je troubadour zegt, dan denken ze weer middeleeuws en Franse chansons. Ja. Maar Lenny Coeur zing ik ook wel. En dan komen we lekker bij jou weer. Ja, precies. Lekker met Lenny Coeur. Ja, nou ja, kom ik nog uit Eindhoven. Ja. Dus, oh, ik kom uit Eindhoven? Nou, je bent gewoon Lenny Coeur. Je bent een moderne troubadour. Ja, ik speel zeg maar met mijn gitaar gezellige herkenbare liedjes bij bruiloftenpartijen. Maar dan vooral gouden bruiloften, zilveren bruiloften. Maar ook jubilea van tennisclub, golfclubs. Heb je dan een programmaatje op maat gemaakt? Of wat? Nee, het is echt. Ik heb een muziekmenu. Daar kunnen de gasten die daar zitten favoriete liedjes uitbestellen. Door middel van post-it blaadjes op mijn gitaar. En ik heb een repertoire van 215 liedjes die ik uit mijn hoofd dat ken. Dat meen je niet. Ja, zit verder niet veel in, zeg ik dan altijd maar. Ja, het is genoeg hoor. Die 215 liedjes. En dan van alle generaties wat. Van Eddie Christiani tot Davina Michel en alles ertussen. Echt waar? Ja. Dus ik kan redelijk inspelen op wat ik denk dat wel gewenst is. En ja. En de mensen zijn blij, vooral bij de Gouden Bruiloften, dat ik redelijk het volume van mijn muziek is aangenaam. Dus ze horen de muziek, het ligt er als een dekentje overheen. Maar de mensen kunnen gewoon met elkaar praten. En dat is bij een Gouden Bruiloft heel belangrijk, want de mensen zijn vaak rond de 70 jaar. Ja, dat hield allemaal natuurlijk in maart op. Ach, ja. Kan je nog je laatste, wat was je laatste bruiloft? Wat heb je gevierd voor het laatst? Ik neem aan, we praten over 15, 16 maart, 14 maart. Ja, mijn laatste officiële. Ja, ik heb toen nog één kleine zorginstelling gehad. 8 maart, want ik had net dat. Dat was weekend. Een zondag? Ja. En dat was het laatste. En ik had op vrijdag nog een verjaardag van iemand die 60 jaar werd. En je had natuurlijk veel dingen uitstaan voor de maand, de weken die gingen komen. En alles moest afgezegd worden. Behalve 2-3 zorginstellingopdrachtjes. Maar dat zul je natuurlijk buiten waarschijnlijk in de tuin te zingen. Dat kan nu buiten, ja. 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 En hoe heb je de eerste weken, hoe ben je er doorheen gegaan? Want ik neem geen inkomsten? Geen inkomsten. Ik had nog een klein buffertje. Maar het was een beetje ook vervelend, want ik wilde net mijn eigen werk ook weer gaan. Op een cd'tje opnemen als singer-songwriter. Dus, want mijn bedrijf liep goed. Ik heb echt vorig jaar 105 keer opgetreden. En ja, daar kom ik als alleenstaande goed van rond. Dus ik dacht, hey, ik had een buffer. Ik dacht, daar ga ik een cd'tje van maken. En ja, dat is nou weg. Het buffertje is weg. Het buffertje is weg. Het cd'tje is voorlopig dus ontzettend in de ijskast gezet. En ik weet ook niet wanneer de feesten weer beginnen in de zaaltjes. Nee. Dus ik ga nu inderdaad, zorginstellingen. Ik heb van de week mijn eerste terrasoptreden weer geboekt. Dan word je geboekt? Ja, ze weten me nog wel een beetje te vinden. Kleine pop-up optredetjes bij mensen thuis op de oprit. Maar ja, er zit ook geen financiële zoden aan de dijk, neem ik aan. Je mag het niet zeggen, maar het zijn eigenlijk grijpstuivers een beetje. Ja. En ja, fijn. En mijn benzine haal ik eruit. En ik doe het ook graag. Maar het doet wel pijn. En ja. Echt die eerste 5-6 weken, ik heb meer gehuild dan niet. Ja, en dan woon je ook nog in Eindhoven. Nou, ik woon nu in Nijmegen, hoor. Ben ik nou ja, dat is bijna hetzelfde. Nee, Nijmegen is nou ja, leuk. Nee, niet jij hetzelfde. Dus één brug zit ertussen. Nee, niet te ver. Dat zei ik niet. Maar ik kan me voorstellen dat je dan, als je iets wat je opbouwt. Want hoe lang ben je ermee bezig geweest met deze, je bedrijfje op te bouwen? 7 jaar. 7 jaar. Ja. En opeens is het allemaal weg. Opeens is het en dit was echt het eerste jaar dat ik in half februari dacht van, oh, er kwamen dagelijks aanvragen binnen. En echt, nou, meer dan de helft van mijn jaaromzet was al geboekt. Ja. En nou mag ik blij zijn als ik 15-20% haal van wat kan, wat had gekund. Vind je het nog leuk? Ja, als ik mag. Heerlijk. Ja. Ja. Och man, dan zijn de mensen echt blij met mij hoor. Zijn ze dreigend. Ja. Nee, maar ik kan me voorstellen dat je namelijk een ruime keuze hebt in de liedjes die je dus kunt spelen. Nu al helemaal. En dan vragen ze 5 liedjes aan. Dat is nou ook een soort aanbieding van mij. Dan kom ik 5 liedjes zingen. Voor een bepaald bedrag? Voor een bepaald bedrag. Wat is het bedrag dan? Dat is nu 125 euro. 5 liedjes voor 125 euro? Ja. Inclusief reiskosten. Inclusief reiskosten. Dus als ik in Terneuzen woon, ik wil je even lekker naar me toe hebben, dan kan het Nijmegen Terneuzen. Ja, maar Nijmegen is ook 125 euro. Dus goed, dat maakt niet uit. Nee, Nijmegen betaalt dus relatief gezien meer dan Terneuzen. Ja, Terneuzen, dan heb je geluk als we jou boeken. Precies. Ja. Dus Terneuzen.
Maar de neuzen, bel. Maar heb jij... want het start nu langzaam op. Hè? We zijn natuurlijk afgelopen maandag mogen de terrassen open. Ja. Voel je dat ook al een beetje? Of, want je hebt natuurlijk, ik heb net twee pubs in restaurants mogen, of op terrassen mogen spelen. Of loopt het allemaal nog helemaal niet? Nee. Het terras is ook weer net een ander segment dan waar ik echt nu in conventen. Dat waren de bruiloften en de partijen. Ja. De particuliere mensen die een feestje houden. Terras is best leuk, muziek. Maar als jij naar een terras gaat, je zit misschien niet altijd te wachten op muziek. Nee. Daarom. En maar je zei net dat je niet te hard speelt. Je hebt natuurlijk die Chinese panfluitclubjes die langskomen. Ja, ja. Dat is even moeilijk om dan het gesprek voor te kunnen zetten. Ja. Maar bij jou, jij speelt wel op je houdt je pas volume aan de omgeving. Ja, absoluut. Ja. Hoe gaan we dan nu spelen zometeen voor dit massale event? Nou, ik heb een mooie... Je hebt vier versterkers meegenomen. Zo'n boombox erbij. Je gaat iets spelen van AC/DC. Nee, wat ga je zingen? Nou, ik ga een eigen liedje zingen. Ik dan even de kans krijg. Want jij wilde ook een beetje je stack maken met een singer-songwriter, hè? Ja, precies. Ja, want ik heb gisteren nog contact gehad met Colin Hoeven van Singer-Songwriters Gelderland. En daar is ook een Facebookgroep van 350 mensen. En die zitten ook een beetje, ja, sommigen waren op weg. Die zijn helemaal weggevallen. Sommigen waren bezig. Ja, iedereen is weg aan het vallen. En degene die nou ook beginnen, die hebben nou ook bijna geen kans meer. En wegvallen bedoel je dat ze financieel niet meer overeind staan? Ja, of dat ze geen financiën meer binnenhalen. Nee. En dan ja, toch het baantje erbij moeten blijven houden. Nu ga je het liedje van jezelf spelen. Hoe heet het nummer? Het heet Duikvlucht. Duikvlucht. Ja. Heb je inspiratie door deze tijd? Kom je toe aan nieuwe nummers te schrijven of te verzinnen? Nou, het is nou ook een beetje met dit liedje. Je gaat ook een beetje de oude nummers weer een beetje uitspitten. Dan kom je, die was toch nog wel heel mooi. Ik heb nog niet heel veel positieve inspiratie. Nee. En zing je zo'n duikvlucht dan nu anders? Voel je het anders zingen door deze periode? Nou, ik ben blij, daar hoor ik vaker. Want ik kijk hier heel veel naar. Want ja, ik ben alleenstaand en ik moet mijn huis nog poetsen. Dus ik heb twee dagen mijn huis goed gepoetst nou. En alleen maar lekker gekeken? Ja, precies. En dan hoor ik ook alle mensen zeggen die hier optreden van... zo fijn om gewoon weer even gezien te worden, gehoord te worden. Ja. En, dat, en je tekent dan namens 350 man? Nou, 389 heb ik uitgerekend. Bijvoorbeeld ook mijn moeder van 81, die wil toch ook... want die moet nou weer met boodschappenpakketjes, zeg maar, komen. Ja, die moet jou weer helpen. Ja, precies. Eigenlijk nog net niet, hoor. Ik heb nog net een buffer, maar ja... en een top 2000 band waar we al 10 jaar nou in Nijmegen... aan het eind van het jaar 3 optredens hebben, die ligt ook stil. Dus je hebt die 350 singer-songwriters van die Facebookpagina... Ja. En dan nog de restjes erbij. En nog een zoals je moeder van 89 met een rollator jouw eten moet brengen. Ja, precies. Dan moet je voorkomen, denk ik, hoor. Dan maar iets stelen. Ja. Ga je zingen, Duikvlucht. We gaan luisteren. Dankjewel. Naar Anouk Balins. U kunt daar 1 uur nogmaals 5 liedjes voor €125, inclusief reiskosten. Ja. Ga je lekker voor je... Ik neem aan dat je daar gaat... Wat ga je doen? Tekenen. Eerst zingen. En dan tekenen. Okay. Voort wat, hoort wat. Is goed. Mooi. Ik ga aan het werk. Ga aan het werk. Nog 1 keer. Anouk Balins met Duikvlucht. Ja. Even test. Kleine test. Ja? Het water, de zee, ik vaar met je mee. Nu jij in mijn leven bent. De golven zijn hoog, maar wij zitten droog. Hier raak ik graag aan gewend. Nu jij in mijn leven bent, raak ik aan jou gewend. Heb ik je ooit niet gekend? De wolken, de lucht, ga mee op mijn vlucht en waag met mij de sprong. Ik zweef onverwacht met fladderend hart, ik weet nog precies hoe het begon. Die avond dat jij met mij zong, dat is wanneer het begon voor mij. Het vuur, de grond, de lucht, het avondrood, het hemelsblauw. Voor jou kom ik terug op aarde. Weg uit mijn dromen en duik vlucht naar een leven.
zon en de maan, zij zien ons staan en brengen een stille groet. De kosmos is blij, want hier zijn wij en alles is zoals het moet. Mijn hemel, wat voelt dit goed? Nu alles is zoals het moet zijn. Ah, 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 ah. Anouk! Maar ja, Anouk, maar je kan ook, heb je ook een liedje van, uit mijn carrière wat je kunt spelen zomaar? Droomland. Droomland. Kun je Droomland spelen? Ja. Heer, want je kunt inhuren voor alle liedjes. Heerlijk. Heerlijk land van mijn dromen. Bij de microfoon. Ergens hier ver vandaan. Waar ik zo graag wil komen, daar waar geen leed kan bestaan. Droomland, oh, ik verlang zo naar Droomland. Daar is steeds vreemd, dus ga met mij mee. Samen naar het heerlijke Droomland. Nou, kunt u maar inhuren. Tenneuzen, Bella, €125. Ik ben er dan niet. Ga je tekenen voor 389 man. Ja. 350 singer-songwriters en dan nog wat restafval. Ja, dat bedoel ik positieve mensen. Dat zijn de bands die ze niet meer met speelt. En Anouk gaat de troubadour, de moderne troubadour, gaat tekenen. En dan gaan we weer mooi omhoog. Hier op 314.612 mensen die allemaal om hulp vragen eigenlijk. Die gehoord willen worden. Dankjewel Anouk en succes met alles. Dankjewel. Cultuur in actie.